Breda Nu. Je weet het meteen. Inloop voor elkaar zet zich in voor iedereen, maar vooral voor de mensen die een extra steuntje kunnen gebruiken. Inloop voor elkaar bestaat 10 jaar. Reden voor een klein feestje. Gefeliciteerd met uw 10-jarig bestaan. Kunt u uitleggen wat Inloop voor elkaar doet? Wij zijn er voor mensen die eenzaam zijn, die zin hebben in een praatje of een kopje koffie. En u bent hier vanaf het begin al bij. Ja, ja. Heeft u in de afgelopen 10 jaar veel veranderingen gezien? Nou, alleen maar dat er steeds meer mensen komen van allerlei culturen. En dat maakt het zo leuk. Maakt u veel gebruik van Inloop voor elkaar? Ja, ja. En wat vindt u van het werk dat zij doen? Ik vind het belangrijk, omdat net als Jan heeft gesproken, soms kom ik hier af en toe en je ziet dat de Inloop is belangrijk om mensen samen te brengen. En gewoon mensen aansturen, mensen die alleen zijn of zo. Als bij de Inloop samenkomen, kan we met andere mensen praten. En dan vind ik ook goed van de gemeenschap van Breda. We zagen dat het estafettestokje is doorgegeven. Wat betekent dit? Het estafettestokje is 5 jaar geleden door de gemeente geïnitieerd. Toen was het Europees jaar tegen armoede en uitsluiting. En de gemeente wilde alle organisaties in de stad stimuleren om aan armoedebestrijding te doen. En ze hebben ook gezegd van, goh, willen jullie al je krachten bundelen samen, dat je één netwerk wordt, zodat je als één stem aan de gemeente advies kan geven over armoedebeleid, hè, om te zorgen dat armoede de wereld uitgaat. En het is een estafettestokje en het wordt steeds weer doorgegeven aan een organisatie die iets tegen armoede doet. En vandaag heeft het Mondiaal Centrum het aan de vrijwilligers van voor elkaar gegeven. Dan kun je zeggen van ja, wat heeft een inloop te maken met armoedebestrijding? Maar hier komen heel veel mensen die op een minimuminkomen zitten. En als je op een minimum zit of onder de armoedegrens, dan kun je vaak met veel dingen niet meedoen, dan hoor je er niet bij, voel je je uitgesloten. En deze inloop helpt mee de mensen het gevoel te geven van hé, ik hoor ergens bij, ik ben onderdeel van de gemeenschap. En zo werk je ook aan armoedebestrijding. Dus ik ben heel blij dat, dat voor elkaar nu het stokje heeft. En wij kunnen het dadelijk ook weer doorgeven aan een andere organisatie. En we zijn allemaal lid van het netwerk Marge in Beeld. Van Breda, wat werkt aan armoedebestrijding. En is er nog iets wat u de mensen wilt meegeven? Ja, dat er ruimte is voor iedereen. Iedereen is welkom. Alle kleuren, als we het over geloven hebben, dat is tegenwoordig heel van het moment. Hè. Daar hoor je veel over. Ruimte voor iedereen. Welkom voor iedereen.